Hallo lieve mensen, dit is weer een nieuwe aflevering van Natalie Streamvlog. Vandaag wil ik weer een chichoetje gaan puppy knippen. Dit is Bibi. Bibi is een chichoetje. Middelgroot. Nou, Bibi wordt eigenlijk altijd puppy knip gedaan. Soms wordt ze met de 12 geschoren en dan een beetje erin geknipt, maar ze willen er nu wat langer in verband met de kou. Ik heb haar al reeds gewassen en gefeund. Ik heb de voetjes uitgeschoren en ik heb de nageltjes geknipt. Dus dat is allemaal klaar. En we gaan beginnen. Ik heb mijn kammetje. Ik heb mijn zendzaai. Ik heb mijn fijne EVS-schaar. En ik mis eigenlijk nog een gewone schaar. Maar die gaat Essa even voor me pakken. Een gewone schaar S. Nou, ik ga weer eens laten zien hoe je dat het beste kan zwaffelen. Maak je het op mijn. Je moet wel zorgen dat je het natuurlijk helemaal lekker uitgekamd hebt. Ja. Hè, en je kan van mij aan dat als je daar met het kammetje doorheen kan, dat je gewoon überhaupt heel goed uitgekamd hebt. Ik moet even wat mensen te woord staan, dus ik hou heel even op met filmen nu. Nou, ik ben weer even terug. Ik moest even mijn klant een hondje afleveren die echt per se met mij even wilde praten. Nou, dat kan hier gewoon allemaal. Mijn sensei, mijn grove sensei. Ik ga beginnen. Deze mensen willen niet zo heel erg kort, dus dat gaan we doen. We gaan eerst even netjes de voetjes maken. Kan ik allemaal naar beneden. Kantje uitgelekter. Dan moet je uitkijken dat je niet die bovenlaag helemaal eraf knipt, anders knip je er een beetje te korte voetjes op. Dus echt wat hier zit, bij de teentjes, dat maak je netjes kort. Ook over het voetzooltje. En dan zou je zien dat je hem mooi, niet te hoog optillen, mooi rond voetje krijgt. Zie je, ik heb die bovenkant hier. Hij wordt erop laten zitten. Kan je je voorstellen als je het eraf knipt, dan krijg je echt een hele korte voetjes waar je de teentjes van ziet. En dat wil je niet. Je wil op deze modellen wil je gewoon mooie berenpootjes laten. Sommige honden staan ook zo, hè? Ze staan zo met hun achterbeen. Dus je moet er echt op letten. Dat ze niet zo staan, want tegen die tijd, kijk als ze zo staan en je knipt het zo af, dus ze gaan zo staan, dan heb je die hele knokkelrand kort geknipt. Daar moet je even voor maken. Ik knip overigens even met deze, omdat die sensei's die worden geslepen. Hij kan wat een puntje een beetje op. Zorg er ook voor dat je de vorm erin houdt. De vorm. Hier zit een knie en hier zit een hak. Even het puntje lekker kort maken. Nou, zoals jullie zien, hè, dit is best een moeilijke vacht. Want er zit wat slaag in. Hier zit allemaal wat slaag in. Moet je even. Dan doe ik niet te veel in één keer. Even kijken naar het puntje. Nou, deze mensen houden het puntje al zelf kort. Kijk, hier. Dus dat mag best wel lekker fris. Sommige mensen willen dat niet helemaal kort, hè. In dit geval wel. Vraag het anders ook even. Wat wil je met het puntje? Wil je dat lekker kort? Ik heb mijn vinger bij het putje, zodat er niet ingeknipt kan worden. Zorg dat het hier altijd wat korter is. Want hier maak je dus die hoek in mee, hè?
ziet, dit is een plantje dat heel regelmatig komt. Een heel lief hondje. Normaal staan de hondjes bij ons vast op tafel. Maar Bibi is het zo gewend dat ze dat ik het vertrouwd om wel los op tafel te zetten. Dan zie je een beetje die vormen inkomen. Even een fijne schaar. Zorg dat je dit niet te kort maakt. Hier zit al een beetje slagen in. Daar moet je even. Door je even leerschaar daar gewoon 1 of 2 keer even in te zetten, is het eigenlijk al voldoende, hè? De lengte. Dus even in die die ruwe borsteltjes die daar zitten, zeg maar. Zorg ook dat je het opvangt. Dus naar boven, naar beneden. Zo kan dit op. Dan zie je wat er allemaal uitsteekt. Kijk. En maak dat allemaal een beetje gelijk. Lijkt wel een borstelcavia. Degene die aan het filmen is, is Esther. Esther is een hele lieve stagiaire en die is volop aan het leren. Dus ze vindt het heel leuk om even dit te filmen. Kijk goed naar alle kanten. Sommige trimsters kiezen ervoor om de twee nageltjes vrij te knippen. Wij doen dat eigenlijk nooit. Gewoonweg omdat we dat ook nooit zo geleerd hebben. Maar dat kan best hoor. Nogmaals, zorg dat je het hier niet te kort maakt. Hier. Dan ga ik ze van de pakket zakken. En dat wil ik niet. Ik doe het een klein beetje naar met de gewone schaar. En dat kan bij deze vacht, omdat hij natuurlijk heel erg krullerig is. Dit beentje altijd even op, hè? Dan kunnen we het goed zien wat er aan deze kant gebeurt, zeg ik altijd. Kwam het goed op. Kijk, dan zie je wat er nog aan de lang haar allemaal zit. Knip vooral de haar niet te kort, hè? Je wil er geen patatzakken van maken. Dit zijn hele leuke klanten. Die komen liever een keertje extra als dat ze hem kort willen laten scheren. Dus vandaar dat we de lengte ook een beetje wat langer houden. Maar jullie zien wel hoe het gekruld is, hè? Buiklijntje netjes maken. Er komt toch wel een hoop haar af. Hier
kant het gewoon een beetje op. En dan zie je nog wel dat het een beetje af kan. Maar zorg in godsnaam, als die wat langer moet blijven, dat je de beentjes niet te kort knipt. Hier, ik draai ze een klein beetje naar buiten. Natuurlijk niet te ver. En dan gaan we de buiklijn netjes even leren. Zwaffelen, hè. Grote schaar gaan zitten. Zwaffelen. Zwaffelen er iedere keer een klein stukje van af. Net zolang totdat we de gewenste lengte hebben. Een klein beetje te dreutelen. Dan zie je als je het dus opkant, hè, en uitkant, wat een haar er nog op zit. Het is gewoon helemaal een soort in elkaar gewoon wat krullen. Dus daar moet je wel even rekening mee houden als je zo'n beetje knipt. Dat je iedere keer gewoon een klein stukje eraf haalt. En niet te veel in één keer. Zorg dat je de liesjes netjes schoon hebt. Hier, het is echt flintertje voor flintertje. Kijk, als je het dan opkant, dan zie je pas weer wat een haar nog ze eigenlijk heeft. Hier, ik haal aan deze kant hou ik het haar even zo. Ik trek het een heel klein beetje naar boven. Of ik trek aan de andere kant eigenlijk, hè? Zo bedoel ik het. Ik trek aan de andere kant, zodat deze kant een beetje omhoog komt. Hè? Kijk, niet te hard. Dan kan je precies die buiklijn netjes in elkaar over laten lopen. Probeer als je knipt, hè, probeer dan je handen zo snel mogelijk te houden. Hè? Of zo stil mogelijk te houden. Natuurlijk niet zo snel mogelijk, te stil. Kijk, je knipt met je duim. Hè? Kijk, dus eigenlijk maak je deze beweging. Maak je deze beweging. Dit blijft stil. En zo knip je. Hè? Zo. Zo kun je het meest precies werken. Nou, als je nou zo ziet en je vouwt een beetje die staart op de rug, dan zie je dat hier nog een hele berg met haar zit. Probeer dat een beetje netjes bij te werken. Goed opkammen. Zitten.
hier. Ik weet niet of het goed kan zien is. Kijk, er zit een hele dikke... We moeten best wel even een kerstkaartje inzetten. Nou, dat ook meestal even doen, hè, om tussen die voorbeentjes te komen. Til dan altijd het achterlijfje een klein beetje op, dan blijft het goed staan. Dan kan je goed zien wat je hier wegknikt. Sommige trimmers kiezen ervoor om altijd de oksels weg te scheren. Als er geen klitjes in zitten, doen wij dat niet. Welkom in deze kort. Hier staat een kantje. De borst mag je altijd wat korter maken dan de rest van het lijf. Want als je dit dus wat korter maakt, komt het hoofdje wat mooier uit. Als ik het ook zo lang zou laten, heb ik een vrij kort gezichtje. Een vrij klein gezichtje. En als je dit allemaal zo dik laat, dan lijkt het gezichtje zo klein in vergelijking met het lijfje. Dus wat wij altijd doen, is we maken eigenlijk de borst, of de hals, en de borst maakt altijd een stukje kort, zodat het hoofdje mooi uitkomt. Houden we deze lijn aan.
meestal de binnenkant ietsje korter dan de buitenkant. Kijk uit hè, dat je er niet te ver doorknipt. Zet dit been er even op. De punt van de schaar staat op de tafel. Zo knip ik netjes langs het randje. Knip ik de voetjes wat korter. Kijk, hè, van alle kanten. Dat er alle kanten netjes rond zijn. Je beent het achterlijf op, zodat het goed aan de achterkant kan kijken. Heel belangrijk, hè, jongens, als jullie het examen moeten doen, let goed op die achterkant en op die binnenkant van de beentjes. Hè. Heel belangrijk. En je hebt gelijk ook goed zicht als je het niet kort knipt. Hij heeft deze natuurlijk vrij korte beentjes, hè. Netjes in elkaar overlopen. Kom hè, met zo'n pak. Ik kan het vaak kunnen checken. Ik til dit beentje op en dan wil ik heel graag even de borst en de buiklijn even doen. Goedemiddag, zie je de gimmel. Hey. Ja. Ik zet het heel even zo. Dan til ik dit beentje even op. Kijk, dan kan ik heel goed zien. Ja. Wat hier nog allemaal zit. Net rond voetje.
wat past bij het geheel. Het is natuurlijk een beetje een klein, een beetje dik hondje. Dus knip in godsnaam die voetjes niet te kort. Oké, nou, we hebben dit allemaal wat korter gezet. Zodat het, het gezicht weer mooi uitspringt. Ik maak het flink kort. Ik maak het kort tot onder. Ik let goed op, kijk, ik kan een beetje mijn vinger erop. Lekker kort, even wachten zo. Zorg dat je het heel goed uitgekant hebt. Oké, gezichtje. Ik maak niet het neushoekje helemaal kort. Normaal, het zou kunnen, maar ik vind bij dit hondje denk ik wat grappiger om het niet helemaal kort te maken. Ik hou mijn vinger even op het oogje en ik ga met de evalueerschaar, ga ik heel voorzichtig die hoekjes even evalueren. Goed je vinger op het oogje, zodat je daar niet van niet in kan knippen. En zo knip je voorzichtig die kiezen haartjes bij het oogje niet te evalueren. Ik knip het hier ook nog weg. En omdat ik het hier wat langer wil laten, kan ik het hier even wat korter knippen. Dan valt het niet zo op. Dan valt het dus niet zo op dat ik het hieronder wat korter heb geknipt. Kijk. Ja, ik werk het nog wel een beetje bij. Maar zoals dit, zoals jullie kunnen zien, is het bruine gewoon helemaal weg. Hier zit het nog, kijk eens. En hier is het helemaal weg. Dat kan je doen omdat je het neusruggetje wat langer laat. Andere kant. Met je vinger een beetje. Met je oogje. Met je gezichten. Ziet er dan. Knip je dat bruine. Knip je netjes weg. Ik heb al het bruine haar allemaal weggeknipt. Je ziet er eigenlijk niks van. Wat ik ook heel vaak doe, is het lipje. Ik maak het lipje wat korter. Met al die vieze haartjes die je hier ziet. Niet iedere hond vindt het fijn, maar bij jullie kan het. Je kan alles naar beneden. En dan ga je voorzichtig met het lipje mee, zoek je al die. Kijk eens hoe schattig. En hetzelfde doe je aan deze kant. Voorzichtig langs het lipje. Dan heb je en dat haar niet in haar bekkie. En ze heeft een schattige glimlach. Het lijkt wel Angelina Jolie met die met die lipjes. Oké. Goed. Wat ik bij al mijn honden doe, hè. Ik maak het altijd helemaal kort onder het oortje. Onder het oortje gaat het helemaal kort. Daarbij knip ik ook een beetje de haartjes uit de oortjes. Deze heeft hele mooie oortjes. Een beetje kort, kriebelt. Omdat het haar over de gehoorgang valt, hebben ze al het haar wat hier zit, hebben ze helemaal niet nodig. Dat zie je ook niet. Dus als je dit lekker kort knipt, hebben ze gewoon ook een beetje wat meer lucht. Die oortjes. Dus lekker kort. Datzelfde doen we aan de andere kant. Goed. Slaat het oortje een beetje open. Kant het op en onder het oor maak het kort. Nogmaals, het haar valt er overheen van het oor, dus niemand die het ziet. En het oortje valt natuurlijk wat mooier in het lijfje. Kant het op
Dan ga ik alles wat over de oogjes valt, ga ik netjes weg even doen. Het kan niet zo zijn dat het zo lang is dat het dadelijk in de ogen groeit. Zorg dat alles rondloopt. Wat ik natuurlijk niet goed. Ik pak het oortje even en dan trek ik een beetje naar beneden. Hè? Dus ik pak het lange haar van de oor. Dat trek ik een beetje naar beneden. Pak ik in één hand. Ik kan het op. En dan heb je gelijk dat overhangende oorhaar te pakken. Heel voorzichtig is eigenlijk net een beetje boetseren. Doe het hoofdje een beetje naar beneden. Dan ga je heel voorzichtig een beetje dat gezichtje in model knippen. Kan het even zo op. Een wat fijnere kant of een wat fijnere zaadje. Dan ga ik heel voorzichtig naar beneden. Je moet ook zorgen dat het niet te breed is. Hè? Kijk nou hoe Bibi aan het hijgen. En dan moet ze natuurlijk die wangen een beetje, die lippen een beetje opkrijgen. En als je dit te lang laat, dan krijgt ze zo'n enorm breed gezicht. Dus maak het nou wat korter. Kijk, er zit nog genoeg haar. Maak het wat korter. Lipje dan doe je vingers erop. Hou op. Pardon. Nou, hier ook, je ziet hoeveel haar hier zit, hoe breed het is, maak het gewoon allemaal wat korter.
Als je het oortje wat naar beneden trekt, dan krijg je inderdaad het haar wat over het oortje valt. Krijg je wat makkelijker te pakken. Dan kan je gewoon met je schaar er langs. Deze lijn mooi aanhouden. Kom het even naar boven. Kijk. Omdat die hond deze vacht zo ontzettend veel slagen heeft, kijk, moet je wel uitkijken dat je het niet te kort maakt allemaal hier. Omhoog houdt, dan zie je ook wat er nog weg moet, hè? Kijk. Dit oortje even op. Kijk, en dan zie je dat er nog uitsteekt. Dat nog allemaal weg. En omdat ik het neusruggetje niet helemaal kort heb gemaakt, heb ik gewoon dat bruine mooi weg kunnen knippen. Oké, ik punt de oortjes een beetje bij. Niet te veel, maar gewoon dat de mensen zien dat er aandacht aan besteed is. En zo. Niet te veel. Net het mooie puntje dat het weer. Ik heb het gezichtje net gedaan. Eens kijken, poppetje. Ik heb het gezichtje net gedaan. Nee. Ik heb het lijfje geknipt. Ik heb de achterbeentjes gedaan. Een beetje netjes maken. En dat is mijn uitvoering van een
kruis een chichoetje met best een moeilijke vacht. Hè? Met slagen. Ik ga de andere kant zo doen. Dit hoort bij de andere kant. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb het met veel plezier gemaakt. Bibi. Kijk. We gaan het afsluiten. Ik zeg tot de volgende vlog.